Hoe ziet het vervoermiddel van de toekomst eruit als je rekening houdt met het milieu? De TU Delft organiseerde een ontwerpwedstrijd Future Design. En teams van HAVO en VWO-scholieren toonden op de finale dag hun ultieme vondsten. Allemaal hartelijk welkom bij de TU Delft namens het team van Future Design Delft. Studenten van de TU Delft hebben proefopstellingen neergezet waarmee de deelnemende scholieren de haalbaarheid van hun inzendingen kunnen testen. Dan mogen we hier niet direct benzine gaan verbranden, maar we gaan een aantal andere dingetjes verbranden. Dus kom maar eventjes dichterbij. Aanmaakblokjes voor de barbecue. Nou ja, kijk hoeveel energie we daarmee kunnen krijgen. Jullie zijn een heel klein team. Ja, nu zijn we met z'n tweeën. Ja. En twee meiden. Ja. Die techniek doen. Ja. Hoe komt dat zo? Nou, we hadden van onze leraar hadden we van deze wedstrijd gehoord. En toen dachten we, toen zijn we gelijk gaan brainstormen. En toen zijn we op de partcard gekomen. Dat is dus nooit meer in de file met je organen. Hier komen dan de organen in. En die zweeft dus onder de auto's door. Omdat het natuurlijk steeds drukker wordt in Nederland, staan mensen steeds meer in de file. Dus ook de ambulances die de donororganen moeten vervoeren. Maar waarom heeft deze wagen er dan geen last van? Omdat hij onder de auto's doorgaat. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Wij hebben hier een heel leuk proefje. Hier hebben we zonnecellen. Daarmee wordt elektriciteit opgewekt. Dat voeren we toe aan een electrolyzer. Die maakt daarvan waterstof en zuurstof. Dat wordt opgeslagen hier in deze twee kolommen. Ja, de auto zit in de iPod. En de iPod in de auto. Wat verwachten jullie van je testmodel? Nee, ik weet het niet. Nou, wij hebben een trein ontworpen, de Lintjestrein. En hij gaat rijden in een vacuumtunnel. Dan zie je hier de trein. Verder gaat onze trein op haar rijden. Daar zit de stof keratine in. Maar we gaan straks in het volgende experiment kijken of dat wel lukt. Ons idee is een auto laten rijden op magneten. Op bollen die aangestuurd worden door magneten. En de energie daarvan willen halen uit een brandstofcel. Waterstof, methanol of in de toekomst een fusie. Nee, dat lukt dus niet. En dat is wel best wel, ja. Jammer. Ja, dat is jammer, maar het idee was leuk. Ja. Wibbel Okkels, jurylid bij Future Design. Kunt u iets vertellen over de reden van deze wedstrijd? Nou, de reden is duidelijk. Je wil mensen op de middelbare school uitdagen om na te denken over techniek. En vooral over techniek die je in staat stelt om duurzame dingen te doen in de toekomst. Deze jongeren is de volgende generatie mensen die de techniek voor de toekomst moeten gaan ontwikkelen. Denkt u dat deze kinderen nog de tijd krijgen om die nieuwe technieken te ontwikkelen in het kader van oprakende energievoorraden? Nou, dat is een goede vraag. Het is natuurlijk inderdaad een race tegen de tijd die we nu ingaan. Waarvan sommige landen al wat sneller aan de gang zijn en andere landen wat aarzelender. Nederland is net begonnen eigenlijk met de energietransitie en de... Dat betekent wel dat de jonge mensen die nu kiezen voor bertenvakken, die lopen dan net mee. Maar ze moeten niet gaan aarzelen, want de wereld gaat er wel heel snel heel anders uitzien. Aan het eind van deze finale dag mogen drie door de jury genomineerde inzendingen hun ontwerp mondeling presenteren. Eén vervoermiddel, supersnel en door magneten voortgedreven, steekt er bovenuit. Dus ik ben verder op zoek gegaan en daarbij ben ik gestoten op een systeem dat in ontwikkeling is in Japan. Soms is het een little bit lonely at the top, want het is een team van één persoon die wij van harte feliciteren, de jury, omdat hij toch een visionair concept heeft neergezet, een prachtig filmpje ervan heeft gemaakt. De winnaar, Maurits Kroeze, wint een 8-daagse vliegvakantie. Niet echt een verantwoorde manier om met energie om te gaan, maar hij is er erg blij mee. De rector magnificus van de TU, professor Fokkema, besluit tenslotte deze editie van Future Design. Antwoord van morgen is de vraag voor vandaag. Opdat
het antwoord van vandaag niet de vraag van morgen is. Dank u. Ik dank u voor jou.